Welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Celine, maar als je jouw weg tot hier gevonden hebt, dan wist je dat waarschijnlijk al wel. Toch zijn er nog heel wat dingen die jullie niet van mij weten. Dit is mijn allereerste YouTube-filmpje ooit. Best wel spannend. En ik dacht dat het daarom misschien wel leuk zou zijn om als eerste filmpje een Q&A-video te maken, zodat jullie mij een beetje beter leren kennen naar de toekomst toe. Dus dat is wat wij vandaag gaan doen. Ik heb jullie op Instagram gevraagd om mij vragen door te sturen. De meest gestelde en origineelste vragen heb ik eruit gepikt en die ga ik nu met jullie beantwoorden. Goed, let's get started. Vraag nummer 1. De vraag die mij al het meeste is gesteld, die is mij al heel vaak gesteld. Ik heb die op Instagram ook al heel vaak beantwoord, maar ik ga dat nog eens doen. Het waren verschillende vragen die eigenlijk allemaal rond hetzelfde draaien, namelijk: hoe ben je begonnen met bloggen? Waarom ben je daarmee gestart? En hoe ben je geraakt waar dat je nu staat? Oké. Ik ben begonnen in het vijfde middelbaar. Allee, dat was de overgang van het vijfde naar het zesde in de zomer in augustus, dat herinner ik me nog. En ik ben daarmee begonnen omdat er toen al veel, vooral jongere meisjes, mij om beauty en beauty niet, modetips vroegen. Ze vroegen waar ik ging winkelen, of ik eens mee wou gaan shoppen, hoe ik mijn kleren style en al die dingen. En mijn mama is toen op het idee gekomen om dat online te zetten. Ja, ik ben daar toen mee begonnen. Ik heb toen een blog aangemaakt op Blogger, een gratis website van Google. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ik had toen ook een Instagram-account aangemaakt, ter aanvulling eigenlijk van mijn blog. De focus lag toen op de blog. Ondertussen is tijd gekeerd. Ondertussen ligt de focus echt op Instagram en is mijn blog eerder een aanvulling. Dus nu focus ik op Instagram, op de foto's. En ik ben begonnen met 0 volgers. En ondertussen zit ik aan ergens in de 40.000. 40.000 mensen die je volgen, het is maar een nummer, maar het betekent toch ook wel wat. Want dat betekent dat 40.000 en zoveel mensen het waard vinden om mij te volgen en om mijn foto's en zo te bekijken. Dus dat is heel gek eigenlijk. Hoe ben ik daar gekomen? Wel, ik denk door gewoon van meet af aan mezelf te blijven. Door heel veel tijd, wel passie en liefde. En ik denk dat je dat ook ziet in mijn foto's. En ik ben gelukkig op die foto's. Allee, ik vind dat ik word daar gelukkig van. En ik denk dat ik andere mensen daar ook gelukkig mee maak. Ik hoop dat toch. En dat zet andere mensen aan om mij te volgen. En zo groeit je volgersaantal en word je overal opgepikt en dan bij de ene winkel en dan bij de andere. En sinds ik het gezicht van Bobo geworden ben, is dat allemaal geboost, hè, Bobo Tremlo. Toen hebben heel veel andere winkels mij ook opgemerkt, zijn er heel veel deuren opengegaan en ondertussen zit ik hier in mijn roze Range Rover, wat tot nu toe toch wel de grootste en zotste samenwerking van allemaal is. Wat wil je na jouw studies doen met je diploma? Mijn studies. Ik heb nog 1 jaar te gaan. Ik ga nu naar mijn tweede masterjaar, het allerlaatste jaar als master in de rechten. Ik studeer op de Unie van Antwerpen, de UA. Dus ik heb nog 1 jaar te gaan en hopelijk, houd vasthouden, studeer ik volgend jaar af als jurist. Maar dat is wel het plan. Het is wel mijn plan om mijn stage te beginnen en advocaat te worden. Hopelijk. Ben je single of heb je een vriendje? Ik ben single. Hoe groot ben je? Ik ben 1,70 meter. Eigenlijk 1,69 meter. Maar sommige meetlinten. Bij sommige meetlinten ben ik 1,70 meter. Dus 1,70 meter. Wat is jouw lievelingsliedje? Bohemian Rhapsody. Dat is echt mijn all-time favoriete lied. Ik weet, op school werd heel veel volk daar knettergek van. Want ieder jaar opnieuw, zo tijdens de lessen MO, moesten we heel dat lied analyseren. Maar ik vond dat zo goed. En ik vind dat nog steeds. Misschien ook omdat dat over een beetje over een rechtszaak gaat. Who knows? Dat was ook een van de vragen. Waarom dat ik rechten ben gaan studeren? Ah, wel, ik heb dat altijd al willen doen en ik heb geen idee waarom. Want in mijn familie was er niemand rechter of advocaat of zo. Ik heb dat gewoon altijd al willen doen. Dus het is echt een roeping. Ik geloof daar wel in. Wat draag jij van me- draag jij doorgaans veel make-up of speciaal? Wow. Draag je doorgaans veel make-up of vooral voor speciale gelegenheden? Vooral voor speciale gelegenheden, zoals deze. Want obviously, allee, ik vind het is heel natuurlijk gedaan, maar ik heb wel make-up op. Ik heb mijn make-up laten doen bij Brows & Beyond. Kunt je het zien? Ze hebben heel natuurlijk nog gewerkt. Met alles was liquid, dus dat is allemaal vloeibaar. Vloeibare foundation, vloeibare highlights. En wimpertjes hebben ze erop gezet. Omdat ik een shoot heb vanavond. En dan mag het wel wat extra zijn. Maar als ik geen fotoshoot heb of geen modeshow moet lopen, dan draag ik zelf eigenlijk
in de zomer op mijn gezicht niks. Maar wel mascara en eyeliner. Dat draag ik dus altijd. Op mijn wenkbrauwen doe ik soms poeder. Maar ik laat iedere week mijn wenkbrauwen met henna kleuren. Ook bij Brows & Beyond. En de eerste week zit dat er zo perfect uit. Ik heb dat nu gisteren laten doen. De tweede week begint dat te vervagen en dan doe ik daar poeder op. In de winter doe ik hetzelfde, maar dan doe ik op mijn gezicht zo'n tinted moisturizer. Dus dat is gewoon zo'n dagcrème met een beetje van kleur in. Vind je het fijn als jouw volgers je aanspreken? Ja, ja, ik vind dat superleuk. Ik heb het gisteren nog voor gehad. Ik was in Weinigem bij Undies. En het meisje achter de kassa die sprak mij aan. En ik vind dat superleuk. Dat geeft mij zo nog altijd een heel speciaal gevoel. Ook omdat... Ja, ik heb heel veel mensen die mij volgen en jullie kennen mij allemaal al wel. Allee, zo goed als mogelijk kennen jullie mij wel, maar ik ken heel veel van jullie niet. Dus ik vind het heel leuk dat ik jullie dan toch kan leren kennen en jullie kan ontmoeten en ja, een babbeltje kan doen en zo. Dus als je mij ziet, kom alsjeblieft iets zeggen. Echt, ik vind dat kei leuk. Ik doe niet liever. Ah, iets helemaal anders. Waar heb jij een hekel aan? Waar heb ik een hekel aan? Onbeleefde mensen. Mensen zonder respect. En ja, mensen zonder respect voor andere mensen, voor het milieu, voor dieren, voor spullen ook. Oké. Van waar ben je afkomstig? Ik kom uit de provincie Antwerpen. Ik woon in provincie Antwerpen. Ik woon in de Kempen. En voor wie ook uit de Kempen is, ik kom uit het hartje van de Kempen. Als je ook uit de Kempen komt, dan weet je waar dat is. Stijl je dagelijks jouw haar? Nee, ik stijl nooit mijn haar. Mijn haar is super stijl van zichzelf. Ik kan dat zelfs niet. Stijler dan dat kan het niet worden. Wat is jouw favoriete snack? Dat wisselt. Momenteel M&M's in het blauwe zakje. Wat staat er nog allemaal op jouw bucketlist? Oh, zoveel. Ik wil eerst, en dat is in de meest nabije toekomst, mijn diploma behalen. Ik wil ooit naar de Malediven. Ik wil nog naar New York. Ik wil naar LA. Ik wil ooit een eigen kledinglijn of iets in die dingen beginnen. Ik wil nog veel. Ik wil nog heel veel filmpjes maken. Ja, ik heb nog wel veel dingen te doen. Hoeveel kleding heb je in totaal? Geen idee. Telt iemand dat? Ik heb echt geen idee. Heb je studeertips? Ja, ik heb studeertips. Dat is ook een vraag die mij vaak gesteld wordt. Ik heb wel wat tips, maar opnieuw, iedereen studeert op zijn eigen manier. Dus wat voor mij werkt, werkt niet per se ook voor iemand anders. Dus let daarmee op. Maar wat doe ik? Ik werk heel vaak op voorhand. Niet enkel voor mijn studies, maar op alle vlakken eigenlijk. Ook mijn Instagram. Ik heb een heel mapje vol met foto's klaarstaan. Ik zorg eigenlijk dat ik voor de blok alles al heb aangeduid. Alles al een eerste keer ook echt gestudeerd is dat niet echt, hè. Maar alles al eens heb aangeduid. En dat wanneer ik begin te studeren, ik alles ga herkennen eigenlijk. Dus dat, op voorhand werken. Wat doe ik nog? Ik heb eigenlijk niet zoveel tips. Oh, ik heb nog één heel belangrijke tip. En dat is get rid of your phone. Echt waar. Doe die gsm en geef die aan je mama. Leg die in een kluis. Smijt die in het wc. Nee, dat laat ze niet doen. Zorg gewoon dat je die niet binnen handbereik hebt. Zorg dat je daar niet aan kunt, want dat leidt je zo hard af. Ook al zit je daar maar echt van 10 seconden op of zo, dat leidt je echt heel hard af. Dus dat is eigenlijk de beste tip die ik je kan geven. Denk ik. Volgens mij toch. Denk je op voorhand na over locaties, outfits en poses voor foto's? Ja, zeker en vast. Ik zorg dat ik op voorhand al mijn outfits heb samengesteld. Ik heb vaste poses, hè. Alleen natuurlijk, je kunt geen dingen blijven verzinnen. Een handstand heb ik nog niet gedaan. Maar ik probeer wel altijd met iets nieuws te komen. Ook qua locaties. De outfit is altijd het belangrijkste, maar de locatie doet ook veel. Gewoon voor een witte muur is leuk, maar niet voor mij. Ik vind het plezant dat je het totaalplaatje hebt. Dus ja, daar wordt wel over nagedacht. Wie maakt jouw foto's? Mijn mama en mijn beste vriend Tom. Tom van Uten, hij zit ook op Instagram. Al, ik besef wel echt hoeveel geluk ik heb met hen. En ik ben daar heel dankbaar voor. Dus dank jullie wel. Maar zij maken die foto's dus. En ze maken die foto's altijd met mijn gsm. Wat zijn jouw goals voor de zomer 2018? Ah, de zomer 2018. De grootste goal is tot rust komen, denk ik. Echt ontspannen. Een andere goal is om de Pink Panther op de kaart te zetten. Om daar heel veel mee rond te trekken. En voor de rest,
heb ik niet echt goals. Ik denk de zomer is er vooral om ergens op adem te komen, om dan vanaf eind september er weer terug helemaal in te vliegen. Hoewel dat ook niet helemaal waar is, want ik zit nooit stil. Maar het is toch een ander tempo in de zomer. Voilà. Heb ik hier nog iets? Ik heb alle vragen gehad, denk ik. Of heb ik er eentje overgeslagen? Nee. En het is hier ondertussen nog 3 graden warmer geworden. Fantastisch. Net op tijd om uit deze auto te vluchten. Voilà. Ik hoop dat jullie het een interessant filmpje vonden. Als jullie nog ideeën hebben voor nieuwe filmpjes of zo, echt please let me know. Ideeën, vragen, tips. En hopelijk zie ik jullie dan weer. Want de volgende keer ben ik er weer met meer sfeer. Bye bye.